Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag een dagje vloggen, want ik ga een paar leuke dingen doen vandaag. Ik ga naar Brussel, nu bijna vertrekken. Ik heb nog een paar minuten. En dan ga ik afspreken met mijn beste vriendin Laura, die jullie al kennen van de vakantievlogs. En dan gaan wij een dagje in Brussel rondstappen. En dan s'avonds om 8 uur bij de avant-première van Temptation Island, dat ook in Brussel doorgaat. Ik ben nu in Brussel-Noord. Ik weet niet of je mij hoort met de wind. Maar ik ga nu naar Laura stappen, waar dat we hebben afgesproken. En ik ga echt blij zijn om haar terug te zien. Want wegens dat ze nu in Brussel woont, zien we elkaar kei veel minder. Dus ik heb er zin in. Dag Laura. Hallo. En we gaan bij Kabuki restaurant eten. Is het goed? Ik vind het wel raar om uit te spreken. We hebben vetje. Sushi's. Noodles. En dan nog wat lunches. We zijn aan het rondstappen in BXL. Toerist in eigen stad. Ja, Laura heeft al geshopt. Ik niet. Primark! En we zijn op de... Grote markt. Grote markt. Ah ja, grote markt. Ja. Vol met Chinezen. Ah nee, het valt nog niet. Maar ja, jawel, daar zijn we overal Chinezen. Ja, ze hebben van die paraplu's, die moet ons volgen. Zo. Pretty. We zijn nu op weg naar een koffiehuisje, dicht waar dat Laura woont. En het noemt... Waleopold. Om! Dat staat erop! Oké, ik ben dus bijna gevallen. Divi zou ik dan zo niet zien. Oké, awkward. Oké. We gaan kijken waar ik stap, want anders... Ah, wat ziet er wel gezellig uit. Ik wil niet zeggen dat we een fancy schattig plaatje. Amai, dat was echt gênant. Ja. Oké. Dit is het. Wat? Zie wanneer dat we kunnen. Ja. Cute. Kijk, je kunt echt van alles bewegen. Ah ja, je kunt hier echt eten en zo. Ja. Taart, nice. Cupcakes, muffins. Oh, en echt zo'n oude dingen zoals vroeger. Oh ja. Een boekenwinkel. Waar je zo'n boek van? Onderweg naar Hotel de la Poste. Ja. Ja, oké. Bij Tour en Taxis, waar straks de avant-première van Temptation Island gaat doorgaan. We zijn allebei kei benieuwd naar hoe het er gaat uitzien en natuurlijk naar de afleveringen en wie dat daar gaat zijn. En we moeten ongeveer nog 9 minuten stappen. Google Maps. We zijn Google Maps aan het volgen. Maar tot nu toe zijn we al juist, dus normaal kan het niet fout lopen. De eerste 2 meter was gepakt. Dus ja, dus we zijn goed op weg. En we zijn ook goed op tijd, dus dat is goed. Want we zijn niet graag te laat. Dat vind ik wel erg. Hoezo? Neergezet en de avant-première gaat bijna beginnen. En we zijn maar ik ben wel benieuwd naar hoe dat het gaat zijn. Ja, ik ook. En kijk eens wie dat er achter ons zit. Wie zit er achter ons? Ja, aan mijn kant achter ons. Ah ja, hier. Hier voor een centjes. Van Temptation Island. Het doet ons heel veel plezier om te zien dat iedereen er keiveel gezien heeft om de eerste aflevering samen met ons te kunnen bekijken. Beloofd een heel bewogen seizoen te worden en dan let ik nog heel hard op mijn woorden. Quotes zoals vorig jaar, ik ben Jill en ik weet wat ik wil. Neem bijvoorbeeld nu plaatsen voor ik heb 400 cc aan humor.
onze goodiebags. Wij zijn juist, wij gaan juist vertrekken van de avant-première van Temptation Island. We hebben onze goodiebags en Annelien Korevits zei dat het een van haar pittigste jaren was dat ze Temptation hebben opgenomen. En vorig jaar was al vrij erg met Marvin, dus ik denk, na wat dat wij al hebben gezien en wat dat jullie tegen dat de vlog online staat ook waarschijnlijk al gezien gaan hebben, is dat het vrij heftig is. Waarschijnlijk. Want de vrouwen houden hun echt niet in. En de mannen zijn ook wel vrij. Ja, ze weten hoe dat het moet. Maar het was super leuk om een avant-première te mogen zien. Ja. En heel blij dat Laura wel meegaat. Dankjewel, Faye. En op naar de volgende. Op naar de volgende. En naar de aflevering van morgen. Dus van woensdag. Want wij zien zelf, we hebben maar één van de twee afleveringen gezien. Dus dat we morgen ook nog een deel hebben. Mm-hmm. Dat we niet alles al gezien hebben. Dus we zijn wel benieuwd naar het volgende deel. We kregen ook een goodiebag. En die heb ik hier. Zo. En ik zal u anders even snel laten zien wat dat erin zit. Allereerst zit er dit kaartje op van Temptation Island. En ook met het voorjaar van 5 alle programma's die er gaan opkomen. Van Temptation Island tot Last Street, tot Straffe Verhalen. De Uil of Donderdag films staan erop. Het eerste wat ik eruit haal is dit. If you want to cry, use a tissue, not your Facebook status. een zakdoekendoos van 5 met een grappige quote op. Leuk voor op je kamer te zitten. Ik denk dat het allemaal zo wat spulletjes zijn om Temptation te kijken. Popcorn. Paprika chips van Lee's. Een biek van 5, een roze. Altijd handig. Ik heb al zo'n witte van 5 ook. En die schrijven echt wel goed, dus dat is handig. Een shampoo van Dove. Handig voor als je op reis gaat of zo. Een Pure Leaf Lemon Tea. Die krijg je echt zo vaak in goodiebags. Dat is echt niet normaal. Maar ze zijn wel lekker. Maar ik denk dat die voor mijn mama gaat zijn. Een zakje M&M's. Een kleine tube tandpasta. Een magneet met daarop There are no guilty pleasures 5. Dat is een magneetje. Zo. En dan zit er nog één dingetje in. Ja. Dit heb ik ook al eens gehad. Een lippenbalsem van 5 zelf. En dan is de zak leeg. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Laat zeker een like achter. En vergeet ook niet te abonneren hier onderaan op mijn YouTube kanaal. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Doei!